Het Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam doet op 15 november haar deuren weer open voor het publiek. Directeur Gerard Alberga zegt dat het museum na ruim anderhalf jaar weer open gaat. Geen gesloten ruimtes. En we hebben ook in ons eetcafé hebben wij een expositie. Ook daar mochten de mensen niet binnen. Dus op het terrein kwamen de mensen. Er kwamen scholen. En, of laat me het anders zeggen, leerlingen, kinderen die kwamen en die mochten vrij overal gaan. Ook in de cellen eigenlijk, maar dan mochten ze mondjesmaat 2, 3. We hebben niks daarvoor ontvangen. Dus eigenlijk vanaf maart 2020 is eigenlijk alles op een laag pitje komen te staan. Geen inkomsten meer, behalve van Telesuur die ons nog een beetje steunt. En natuurlijk de overheid die het groot deel van de arbeiders, de medewerkers die hier nog zijn, betaalt. In de periode dat het museum gesloten was, is de plaats slecht onderhouden. Enkele monumenten zijn overwoekerd door onkruid en andere objecten bevinden zich in deplorabele staat. Alberga geeft aan waarom het onderhoud in die periode te wensen overliet. Het was inderdaad een vreselijk bos. We zijn eigenlijk vanaf medio maart 2020 gesloten geweest vanwege de COVID-situatie. In die tussentijd hebben ze ook nog een keer drie keer ingebroken. Ze hebben televisies weggedragen, de brushcutters weggedragen, waardoor we het niet konden onderhouden. Daarnaast, door de COVID-situatie, zijn we ook een heleboel mensen kwijtgeraakt. We hadden nog maar vier mensen over voor het veldwerk, terwijl we normaal met 12, 14 mensen werken. Weet je, je hebt vier mensen die met de brushcutter werken en de andere moet het gras wegharken en een tractor. De tractor was ook kapot. Dus we konden niet onderhouden. De jongens mochten niet eens komen. Je had ook lockdowns. Dus het terrein, je weet hoe hard gras groeit en alles groeit in Suriname. Dus het was helemaal onder bos. De stichting heeft enkele brushcutters gesponsord gekregen. En het museum is nu ook voorzien van beveiligingscamera's.